De Verenigde Staten en Nederland hebben de helpende hand geboden bij het oplossen van de financiële crisis in Suriname. Dit zei de aankomende minister van Buitenlandse Zaken, Albert Ramdien, gisteren tijdens de persconferentie in het Marriott Hotel. Vrijdag vindt er met de Nederlandse minister Mark Rutte een overleg plaats. Het laatste wat ik wil zeggen is dat naast deze typering en inventarisatie en het maken van een plan, wij inmiddels begonnen zijn met een aantal landen, met name Nederland en de Verenigde Staten, en de positieve steun daar is al iets aangegeven, dat we zullen gaan op welke wijze zij kunnen helpen achter de schermen om het land te ondersteunen, schuldverlichtingsmogelijkheden te bekijken en garantstellingen te geven, zodat we in ieder geval een beetje ademruimte krijgen om een stukje normalisatie te bewerkstelligen. Hetzelfde geldt voor de multilaterale banken, in dit geval de IMF en de Wereldbank en de International Development Bank in Washington DC. Houdt u er ook rekening mee dat we verschillende kapitaalstromen in het land hebben die nog niet helemaal zichtbaar zijn en die gaan ook geïnventariseerd worden in termen van waar komen ze en hoe worden ze besteed. Ramdien wees er ook op dat door de COVID-19-pandemie er internationaal fondsen beschikbaar zijn waarop landen een beroep kunnen doen. Volgens hem zal er dan ook worden nagegaan hoe Suriname aan deze fondsen kan komen. Het laatste is dat COVID natuurlijk, COVID-19 heeft impact gehad. Er zijn verschillende bronnen die aangeboord kunnen worden, die bestaan. En die wij nu zullen aanboren om te kijken hoe die fondsen richting Suriname kunnen komen om een stukje verlichting te creëren binnenlands voor het bedrijfsleven, maar ook voor de samenleving in het algemeen. Dat is wat ik ervan kan zeggen op dit moment, maar gaat u ervan uit dat in de komende fase zowel en in lijn met de gedachte van openheid en transparantie regelmatig informatie zal worden verschaft. Aankomende minister van Buitenlandse Zaken, tevens woordvoerder van de coalitie, Albert Ramdien, gisteren tijdens de persconferentie in het Courtyard Marriott Hotel.